Goedenavond. Wij beginnen dit journaal met het nieuws dat er momenteel 4 ministers positief getest zijn op het coronavirus. Voor zover wij weten maakt de rest het nog goed. Wij wensen deze ministers het allerbeste en natuurlijk ook een spoedig herstel. Dit is aflevering 68 van het COVID-19 journaal. De Pusu Groene Cluster. Onder deze noemer gaat de medische zending te werk bij het indammen van de plaatselijke COVID-19-uitbraak in het dorp aan de boven Saramaka. Voor dochter Van Dijk van de medische zending is het zaak dat deze nieuwe cluster goed wordt aangepakt. Wat ik begrijp van BOG, dan spreekt men van cluster Pusu Groene. Dus net als hoe we eerder in het jaar cluster Albina hadden, cluster Paramaribo, cluster Zuid, toch? Is er al sprake van cluster Pusu Groene. Het is zorgwekkend, ja, in die zin van, kijk, we zijn vanaf maart zijn we dus actief bezig. En we weten dat er manieren zijn hoe je kan voorkomen dat die overdracht plaatsvindt. Dan zeg ik, het is zorgwekkend dat we toch tegenstand bieden. We omarmen die maatregelen niet. En daarmee verkleinen we niet die kans op voortzetting, op transmissie, op overdracht van het virus, maar we vergroten juist de kans. Terwijl wanneer we de maatregelen omarmen en alles dat blijven doen, en zij die een beetje moeite mee hebben, stimuleren van, zet toch door. Kijk, we vragen van kinderen dat ze hun kapjes op hebben wanneer ze naar school gaan. Dat ze afzien van spelen met elkaar en dat ze... Dus als volwassenen moeten we dat ook kunnen doen, toch? Dr. Maureen Van Dijk legt uit waarom de Grand Crew van Pusu Groene gerekend wordt tot de zogeheten superspreader events. We hebben bericht gehad van het BOG. In de persoon van de waarnemend directeur Regis Ori, dat er positieve gevallen bekend zijn van mensen die geweest waren op de festiviteiten te Pusu Groene. Dat betekent voor de medische zending dus dat we onze poli, Tenu Jacob Kondre, die is dan in het Pusu Groene gebied, on alert hebben gezet. We hebben daar een GZA, gezondheidszorgassistent, die ervaring heeft met het COVID-gebeuren. In die zin dat hij weet te screenen, hij weet te herkennen de verschijnselen van COVID en hij weet ook te swabben. We hebben tot nu toe geen meldingen gehad van mensen die op de poli zijn gekomen met verschijnselen. Maar we hebben afgesproken dat we het traditioneel gezag dus ook on alert zullen zetten en de mensen zullen mobiliseren, oproepen om al bij het eerste verschijnsel zich aan te melden voor zorg. Maar ook om de mensen op het hart te drukken om de maatregelen in acht te nemen. Dragen neus, mondkapje. Hou afstand, ga niet hokken bij elkaar en regelmatig je handen wassen. Nu hebben we 4 ministers, 4 of 5 ministers, assembleelid en het BOG die belde mij en zegt van luister, kijk ook uit als bij het traditioneel gezag je mensen hebt met verschijnselen. Meld de mensen, swap ze, laagdrempelig. Ja. Want de verwachting is dat gezien die grote groep mensen die daar aanwezig was op 10 oktober en men heeft toespraken gehouden luid op, sommigen wel en anderen niet met een neusmondkapje aan. Er waren heel veel mensen bij elkaar. Men heeft ook natuurlijk kapje afgedaan om te kunnen drinken en te kunnen eten. Men heeft verder ook nog
handen geschud en alles. Dus de situatie was zodanig, uitnodigend of stimulerend, dat als je maar één persoon hebt die positief is, die het virus heeft, dat die het heel makkelijk overdraagt. En zo gaat dat dan verder. Dus de verwachting die wij hebben, is dat we hebben gezien, er waren mensen met mondkapje, er waren mensen zonder mondkapje. Er waren mensen die het kapje droegen op hun kin, anderen onder hun kin, anderen hielden het in de hand. En dus wij verwachten dat er meer mensen met verschijnselen zullen zijn en dat er meer mensen positief zullen zijn. Alleen hebben we niet in de gaten van waar die mensen allemaal komen of kwamen. We weten niet wie allemaal daar was. Dus het beste dat we kunnen doen is wat we al gedaan hebben. We hebben onze police on alert. En we zeggen van, we doen een oproep aan de gemeenschap. Als je slechts maar één verschijnsel hebt, meld je aan. Zonder je af. Zolang je niet hoort dat je negatief bent getest, begeef je dan niet tussen anderen. En als je negatief bent getest, hou nog steeds die maatregelen in acht. Draag je mondneuskapje, was je handen, hou afstand en begeef je niet in drukke ruimtes. Ga niet in die joegoe van een drukke supermarkt. Ga wanneer het minder druk is. Toch? Als je naar de kerk gaat zondag, ga niet in een kerk die druk is. Mensen kunnen geen afstand van elkaar houden. Want je wil de volgende dagen weer je gewoon rustig ook weer naar je werk kunnen. Zonder dat je verschijnselen krijgt. In dit COVID-19-journaal meer over de inspectieronde langs de 5 grote bejaardencentra in ons land op het stuk van COVID-veiligheid en alertheid. De 5 componenten die aan de orde zullen komen tijdens deze training zullen zijn infectiepreventie en controle, dat is breed. Ik heb al aangegeven, bijvoorbeeld aan- en uitkleden, hoe je handen te wassen, hoe je dingen gaat opbergen, noem maar op. En tweede is monitoren en implementatie van de richtlijnen die we gaan geven aan de mensen. Dat is ook een trainingsonderdeel. En voorlopig, het derde onderdeel is die psychosociale hulp, die begeleiding. Hoe ga je die bieden aan de personeelsleden en ook de bezoekers? Ik ben één belangrijk component vergeten. Dat valt onder response bij de checklist. Hebben de mensen, is ook belangrijk hoor, hebben ze voor bijvoorbeeld de eventuele uitbraak, hebben ze gezorgd voor een bevoorradingsplan. Toch? Want als er een grote uitbraak is en er komt een total lockdown, kun je nergens gaan om handschoenen te halen, maskers te halen, etcetera, etcetera. Er moet altijd een voorraad opgebouwd worden. Dus dat is ook gevraagd in de checklist. En in tegendeel hebben ze haast niet. PAHO is ook bezig, als ik het mag zeggen, met een kleine funding om de bejaardentehuizen ook te voorzien. Er is al een inventaris gemaakt, dus we verwachten binnenkort dat de goederen, spullen, overhandigd worden aan de minister. Die inventaris is wel gegaan via ons, de inspectie, verplegende en verzorgende beroepen, maar natuurlijk als je grote hoeveelheden aan spullen ontvangt, dan moet het wel op het hoogste niveau gebeuren. Laat me het laatste geval als voorbeeld nemen en dat heeft ons nog serieuzer gemaakt, nog alerter gemaakt. Eén bejaardentehuis was in de pers, had één besmette werknemer. Er was toen wel aangegeven dat er iemand overleden was, maar dat was na onderzoek niet juist. Maar wij hebben wel direct acties ondernomen met die instelling. We hadden kort daarvoor, hadden wij als inspectie ook al controles gehouden met betrekking op naleving van de COVID-19 maatregelen. En nog geen 2 weken voor dat geval in dat tehuis
zijn wij geweest om die controle te doen. En ik moet zeggen dat ze voldeden wel aan het meest gevraagde wat wij hadden op dat moment in onze checklist. Nadat dat geval bekend was dat die verplegende geïnfecteerd was, is er gelijk door de instelling actie ondernomen. Ze hebben al de zorgvragers die in contact waren gekomen met die verplegende, zijn getest. En ik moet zeggen dat alle zorgvragenden, er waren een aantal die positief getest waren, maar ze zijn er goed vanaf gekomen. Het tehuis is weer helemaal in de rust en het houdt ons alert om de vinger aan de pols te houden. We hebben ook de instelling gemonitord. Dagelijks hebben we contact gehad met ze. En twee wekelijks moesten ze een rapportage naar ons toesturen van de situatie binnen. Want de mensen die daar werkten, een aantal van ze waren daar in isolatie. Ze zijn niet naar een thuissituatie gegaan. Ze zijn daar gebleven in isolatie samen met de bewoners. En het is goed gekomen. Bij het RIVM in Nederland zijn vandaag 7.997 bevestigde coronabesmettingen gemeld. Gisteren meldde het RIVM nog dat er 7.825 nieuwe besmettingen waren. Het aantal positieve tests dat blijft oplopen. De afgelopen 7 dagen werd er gemiddeld van 7.171 positieve tests per dag gemeld. Dat tegen 4.837 een week eerder. In het ziekenhuis liggen er nu 1553 coronapatiënten, van wie 345 op de intensive care liggen, meldt de Landelijke Coördinatiecentrum van de Patiëntenspreiding. Gisteren lagen er nog 1526 COVID-19 patiënten in het ziekenhuis. Dat wil dus zeggen dat er een stijging was van 27 patiënten. En we zien ook vandaag in de cijfers weinig reden tot optimisme. Het totaal aantal nieuwe besmettingen komt uit op bijna 8000. En dat is weer een toename ten opzichte van gisteren. En er is ook een stijging in het aantal ziekenhuisopnames. En het aantal IC-opnames, ruim 1500, van wie ruim 300 op de IC. En hierdoor komt onvermijdelijk de reguliere zorg verder onder druk te staan. En zullen operaties en behandelingen moeten worden uitgesteld. En daarom hebben wij dinsdag de hamer uit de gereedschapskist moeten halen, in de vorm van een gedeeltelijke lockdown. Het aantal besmettingen moet gewoon omlaag. En dat betekent minder bijeenkomsten, minder reisbewegingen, minder contacten. Zoals de premier en ik dinsdag al hebben gezegd, waren dit geen eenvoudige keuzes. Er ligt nu een stevig pakket aan maatregelen dat verstrekkende gevolgen heeft. Voor horecaondernemers die tijdelijk hun deuren moeten sluiten, voor de detailhandel die met meer beperkingen te maken heeft en voor ons allemaal. We moeten onze sociale contacten nog verder beperken. Zoals we het daarnet hebben gehoord, is er dus een tweede golf die tekeer gaat, om het maar even cru uit te drukken, in Nederland. Wij vragen u hier in Suriname om AUB de maatregelen in acht te nemen ten alle tijden. Thuis, op school en zeker niet te vergeten uw werkplek. Handen wassen, mondkap op en zeker niet te vergeten AUB ook de afstand houden. Let AUB goed op jezelf, maar ook goed op elkaar. Dit was het voor het COVID-19 journaal. Goedenavond.